Dit is de eerste keer dat deze beurs wordt gehouden en wij zijn super enthousiast. Breda nu. Je weet het meteen. 2 dagen lang staat het Breepark in het teken van de Businessdagen West-Brabant. Een beurs met de aanwezigheid van meer dan 200 bedrijven. We zijn vandaag aanwezig bij de Businessdagen West-Brabant. Eerste editie, sinds jarenlang terug in Breda, de oude bedrijvencontactdagen. Er was heel veel vraag naar. Na jarenlang afwezigheid, wegens verschillende redenen, bleek er toch veel vraag te zijn vanuit het bedrijfsleven om weer een dergelijk evenement van formaat terug in Breda te hebben. Kijk om je heen, er staan 220 bedrijven. We verwachten duizenden bezoekers. Het is reden genoeg om aan te nemen dat er toch een vraag is. Wij zijn hier aanwezig om onze naamsbekendheid te vergroten hier in de regio. En te laten zien dat wij meer zijn dan alleen maar een bedrijfswagengarage die verkoopt en onderhoudt. Ja, wij staan hier op Breda in Business omdat we ons graag wat breder aan een breder publiek voor willen stellen. Wij zitten zelf in een bos, we opereren landelijk, maar vinden het als Brabants bedrijf ook wel heel leuk om hier in Breda en omstreken onze naam wat breder bekend te maken. We verkopen staancaravan en chalets. Dat doen we in heel de regio West-Brabant bij alle recreatiebedrijven die er zijn eigenlijk. Nou, wat vindt u ervan dat er een 2-daagse businessbeurs was georganiseerd hier in Breepark, waar meer dan 200 bedrijven aanwezig bij zijn? Wat vindt u daarvan? Ja, een heel mooi initiatief. Dat zou veel meer moeten gebeuren. En als het dan op deze schaal is dat alleen maar goed, denk ik. Ik denk dat het heel goed is lokaal. Het kan elkaar versterken. En dat praat over het algemeen heel makkelijk. Dus dat vind ik een groot pluspunt. Ja, dat vinden wij super. Dat is ook de reden waarom we meedoen. Tussen Goes en Sertogenbosch is er eigenlijk totaal geen beurs voor ons om ons te laten zien. Dit is de eerste keer dat deze beurs wordt gehouden en wij zijn super enthousiast. En we hopen op heel veel deelnemers en publiek. Ja, dat is natuurlijk super positief. Hartstikke leuk dat er weer markt voor is. Dat er mensen tijd en energie en weer financiële mogelijkheden hebben om dit op te zetten. En dat er natuurlijk veel mensen zijn die weer zin hebben om te netwerken en om de zaken uit te breiden. Dus voor ons een ideale mogelijkheid om ons merkje breder kenbaar te maken. Nou ja, kijk, je moet het altijd ver zoeken. Dus of echt buiten het gebied of... En het feit dat het nu in Breda thuis is, zeg maar, dan we hebben Breda is heel ondernemend en noem maar op in de omgeving. Dus dan hoor je daar te zijn, vind ik. Ja.